Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video uh, waarin ik iets uh, nieuws heb gedaan. Uh, er zijn drie groepen. En, uh, dus de bedoeling is dat je kiest welke groep dat je toe getrokken wordt, zodanig dat je op die manier een boodschap van jouw uh, zielsparter zal krijgen. Dus dan gaan we gaan beginnen met groep 1, en dat is de boodschap. Onze energie is uh, stagnant, dus daar ligt ik vast. Uh, de triggers die er zijn, helpen ons om die vastheid, dus die uh, geroestheid is eigenlijk het woord dat ik hoor, om die los te krijgen en om ervoor te zorgen dat de energie weer gaat gaan stromen. Dat is ook zo. Uh, dat helpt ook vaak om uit uh, bepaalde uh, patronen, cyclussen uh, te komen. Uh, wat wil hij nog zeggen dat hij bezig en verder aan het ontwaken is en dat hij eigenlijk al meer weet dan dat hij heeft laten weten aan jou? En de laatste: Mirrors. Met elf. En dat is vooral ook een boodschap naar jou toe. Uh, besef dat jullie dus uh, spiegels zijn voor elkaar. Uh, en daardoor is zelfdeel zo belangrijk. Hij zegt ook: Van ik wou. Dat ik daar was om van jou te houden, om je te tonen, maar ik ben er nog niet. Toch niet, althans niet in het fysieke. Um, en daarom wil ik net dat jij voor jezelf meer liefde geeft, dat je meer voor jezelf zorgt. Zolang totdat ik er uh, nog uh, niet ben. De cijfers zijn 5, 10 en 11. Voilà. ik kan die anders gewoon aan de kant leggen dat we meer plaats hebben. Dan hebben we 2. Hier ook het stukje mirrors, dus spiegels. Of spiegelen, dat is uh, wat jij wilt. Um, en hij zegt: Van um, ik heb gezien en ik zie dat jij aan het veranderen bent en dat je zo hard groeit. En ik probeer de um, afhankelijkheid en de gehechtheid dat ik heb met, met jouw identiteit, met mijn identiteit, te veranderen zodanig dat ik ook mee naar die hogere energieën kan gaan. Wat ik hier ook bij voel is dat deze mannelijke energie um, een bepaalde ego, een bepaalde identiteit voor zichzelf gecreëerd heeft om zich stand te houden in de fysieke wereld. En dat daardoor ook zorgt dat um, hij nu een stukje vast zit. Dus, en het is maar pas wanneer hij dat kan loslaten, dat je ook weer verschuiving zal zien. Mijn innerlijke kind is gewond. Doordat mijn ouders niet op die manier gereageerd hebben, zoals dat ik het dan van hem nodig heb gehad. En dus de manier waarop ik nu ook reageer naar jou toe, komt voort vanuit die wonden. En dat is ook een van de dingen. Dat is niet alleen bij Twinklingplan, maar we hebben heel veel mensen zo. Ouders kunnen ons niet geven, wat ze zelf nooit gekregen hebben. En daarom is het belangrijk dat je dat hield voor jezelf. Dat je zelf die ouder wordt. zelf die moeder die vader wordt voor jezelf. Dat is het dat we dan ook gezien hebben in, in het eerste groep. Het gaat erom zelfliefde, het gaat erom de dingen hielen en herstellen via het geven van liefde. En deze masculine of deze mannelijke energie vraagt ook om echt vertrouwen te hebben. Vertrouwen in het universum, omdat het eigenlijk altijd hele mysterieuze en hele uh, mooie manieren he heeft... Uh, maar hij geeft ook toe dat hij het soms ook moeilijk heeft om te vertrouwen en dat hij dan uh, gaat gaan oordelen. En dat hij dus dat hij ook nog dieper leert om zichzelf over te geven aan de situatie. En eigenlijk zelfs over te geven aan het grotere geheel, hoe dat eigenlijk het universum alles in jullie connectie heeft gepland. En dan uh, groep 3. Plaats maken, voilà, groep 3. Zegt hij van. Um, zij voor alle illusies van de 3D-wereld. Neem niet alles zomaar gewoon aan en geef er een enorme waarde aan, want er is veel meer gaande spiritueel en energetisch dan jij kan zien. Dat is ook zo. Dat is eigenlijk ook een beetje het volgende verhaal van een paal van de tweede groep: karmic ties, dus karmische banden. Ik voel me gecontroleerd door mensen om me heen en ik vind het eigenlijk niet fijn. Uh, maar tegelijkertijd doet het mij om uh, mijn eigen kracht te vinden. En dat is ook hetgeen wat ze nodig hebben om uiteindelijk vanuit eigen wil, vanuit eigen keuze, de volgende stap te zetten in uh, de connectie. In de, zijn eigen groei. En wat zegt hij ook? De reden waarom dat we nu zitten waar we zitten, is omdat ik me getriggerd voel. Een oud patoor, patroon, sorry. Of een oud gedrag, of een oude wonden is weer naar boven gekomen en het uh, doet pijn. En dat is ook de reden um, waarom dat het voor deze mannelijke energie moeilijk is om in verbinding met jou te blijven, omdat het, um, jij ervoor zorgt dat je zijn wonden aankijken. Hè? En je ziet ook hier als je het samenlegt, heeft het heeft ook te maken met die karmische relaties. Uh, en jij toont aan hoe dat anders kan. Maar dan moet hij natuurlijk al hetgeen dat hij altijd gedacht heeft en de kracht dat hij gegeven heeft aan die 3D-wereld loslaten. En dat vraagt heel wat. Uh, cijfers zijn hier 17 en 1. Dus dat kan uh, een tijd identi identificeren of uh, naartoe verwezen liever. Um, het kan ook, als je het samenneemt, gaan over uh, de zevende maand, de 11e maand of... Uh, 11 juli, bijvoorbeeld, of, uh, dus zie voor jezelf, uh, welke combinaties dat zijn. Goed.